Mevrouw de voorzitter, het aantal positief getelde geteste mensen daalt fors. Vorige week donderdag waren er nog ruim 9700 mensen positief getest en dat aantal is in één week tijd bijna gehalveerd naar minder dan 5000 mensen nu. Ook het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen is in één week tijd met meer dan 10% gedaald. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de Engelse variant van het virus niet alleen veel besmettelijker is, maar naar verwachting ook dominant zal worden hier in Nederland met alle gevolgen van dien. We moeten dus enorme haast gaan maken met het vrijwillig vaccineren. En mocht de Engelse variant hier sneller dominant worden, dan moeten zoveel mogelijk mensen vrijwillig gevaccineerd worden om een eventuele code zwart te voorkomen. En met die snelheid gaat het niet goed. Het is een beetje om moedeloos van te worden. Er zijn in één week tijd, geloof ik, 47.000 mensen gevaccineerd, maar er liggen nog steeds 200.000 vaccins in de vrieskist, terwijl er ook nieuwe ladingen aankomen. En traagheid, mevrouw de voorzitter, kunnen wij ons nu niet permitteren. Waarom zijn er niet veel meer vaccins gebruikt? Voorraadbeheer, voorzitter, kan geen excuus zijn. Het is gekkenwerk, zoals we vanmorgen hoorden bij de briefing, dat de GGD pas de eerste prik mag zetten als de levering van de tweede prik zeker is, waardoor de prikcapaciteit pas in maart of april op volle sterkte is. Doe dat anders. Doe dat slimmer. En zet ook, net als het Verenigd Koninkrijk, die tweede prik dan maar later. Is het kabinet daartoe bereid? Want voorzitter, het is toch te gek voor woorden dat andere landen het wel sneller kunnen. Israël vaccineert gemiddeld 64.000 mensen per dag. Duitsland en Spanje vaccineren gemiddeld 44.000 mensen per dag. Italië 74.000 mensen per dag. En Nederland de afgelopen week nog geen 7.000 mensen per dag. Wat een totaal gebrek aan urgentie. Het is bizar. En ik vraag aan het kabinet waarom ook wij niet, net als die andere landen, meer mensen vrijwillig kunnen vaccineren. Voorzitter, ondertussen gaan wij in een langere lockdown. 3 weken langer wordt heel Nederland op slot gezet. Desastreus voor onze economie en heel veel ondernemers en zelfstandigen. En het sluiten van de horeca en de winkels heeft vooral, ik heb het al zo vaak gezegd, geleid tot een verplaatsing en een toename van de besmettingen in de thuissituatie. Voor het sluiten van de horeca en de winkels lag het aantal thuisbesmettingen op 9,8% en nu op 35,6%. Het is en blijft dus onnodig om ze te sluiten. Maar als het kabinet daarin toch persisteert, en dat doen ze zo te zien, dan hoort bij 100% sluiten ook 100% vergoeden. 100% vergoeden van de personeelskosten, de vaste lasten van ondernemers en alsjeblieft ook die vervelende partnertoets voor zelfstandigen moet weg. Voorzitter, keihard nodig, anders gaan bedrijven omvallen. Dan het vaccinatiebeleid. Behalve dat het vrijwillig vaccineren van mensen die dat willen echt veel en veel sneller moet, moeten ook de kwetsbare ouderen en mensen met een verhoogd risico nog sneller aan de beurt komen. De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de verpleegafdeling is 67 jaar en op de intensive care 64 jaar. Als we een code zwart hier willen voorkomen, zullen we deze groepen dus veel sneller vrijwillig moeten vaccineren. En het is goed dat deze minister die groep wat naar voren heeft gehaald, want dat heeft hij gedaan. Maar het is nog steeds niet vroeg genoeg en het gaat allemaal te langzaam. Week 7 of week 8, waar ze nu in staan gepland, is veel te laat. Want dan moet hij er nog mee beginnen en dan duurt het ook nog 3 weken voordat het werkt. En dan moet hij nog gehaald worden en dan zijn we maanden verder. En mijn vraag aan die minister is dan ook om die kwetsbare ouderen die thuis wonen, maar ook andere mensen met een verhoogd risico, om die eerder te laten vaccineren en alle beschikbare vaccins daarvoor te gebruiken. Ga 24 uur per dag, 7 dagen in de week vaccineren. Dat leidt tot minder druk in de ziekenhuizen. Dat is goed om ook die reguliere zorg voor mensen met hartklachten en kanker, wiens chemokuren nu worden uitgesteld, om die weer op gang te brengen. Voorzitter, ik rond af. Ten slotte de avondklok. Niet doen, kabinet. Er ligt een aangenomen motie Wilders die dankzij de steun van D66 een meerderheid heeft gehaald in de rest van de Kamer om niet tot een avondklok over te gaan. Volgens de heer Van Dissel kan die misschien wat toevoegen aan het urgentiegevoel, maar dat is disproportioneel. Dus niet doen en ik reken op de rechterrug van mijn collega van D66, mevrouw de voorzitter. Dank u wel.